anders als Nederland, als Duitsland, als Turkije. Het is weer net een ander land. En wat ik ook heel mooi vond, is dat we boven op de... Hoe heette dat? Bij die berg? Bij de... Met dat huis. Ja, had je heel mooi uitzicht over... Over half Frankrijk of zo, denk ik. Welkom in het prachtige Parijs, de Europese hoofdstad van de mode. We zijn hier met z'n 20 gekomen, maar Bureau de Feest heeft slechts contracten voor 16 van jullie. Dat betekent dat er nog 4 kandidaten zullen moeten afvallen. Ja, toen sloeg mijn hart wel een keer over. Ik dacht, wow, wow, wow. Als er nu iemand moet afvallen, ben ik dat zeker niet. Om goed te kunnen bepalen wie van jullie geschikt is voor dat contract, heb ik een aantal afspraken voor jullie geregeld. Ik wens jullie heel veel succes bij jullie castings. Yes! Eindelijk beginnen, we gaan eindelijk wat doen. Boeken Jeroen heeft in Parijs 2 castings geregeld. Voor de jongens is dat voor een zwembroekenmerk. En voor de dames is dat een casting voor een heel luxe damesmodelabel. We kwamen bij die casting aan en er stond een mevrouw op ons te wachten. Elieve. So you're here for I Love My Bikini. I launched in just recently the women's bikini line, and I'm searching for a model for the men's line. Are you excited? Yes! Good. Let me see what you have. Can I see your portfolio? Okay. What's your name? Tim. How are you about if you're like posing with guys, or 2 guys, 3 guys? Well, I feel pretty comfortable. Like, you're pretty comfortable? Yeah. Yeah? You know what? I think I want to see everyone in bathing suits, you know? Come on. I'm doing it for you. I need to see that. Yeah, I'll see that after, don't worry. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik het niet zou worden, omdat ik momenteel niet super in vorm ben. Ik vind dat ik zelf het allerbeste weer van de groep heb. Oh my god, ooh. You look good. De casting was best wel apart. Ik bedoel, je staat dan met 10 mannen naast elkaar in een zwembroek. Toen ging zij ons één voor één als groep keuren. Ik denk dat Elif enigszins gecharmeerd van mij was. Maar dat ik gewoon als persoon voor Parijs en voor haar merk iets te breed ben. Imagine you have like this something in your hand, like something that's alive. I mean, you're holding an animal. What would you do with it? You would just hold it like that? You would hold it like a bag? How would you suck a lollipop? Heb ik weer. Zuigen kan ik natuurlijk wel, maar ja, om zo met zo'n lolly denk ik, ja. Ja, hoe moet ik er nou bij gaan staan? Kan je zak aan dit? Moet ik zuigen? Kom aan, doe het. Dat heb je vaak genoeg gedaan. That's nice. Keep it. Ik snap niet wat Dennis hier doet, want hij heeft er volgens mij helemaal geen zin in en straalt helemaal niks uit. Can you like all flip together for me? Welke 2 jongens Elieve uitkiest voor haar zwembroekenshoot, laat zij vanavond aan boeker Jeroen weten. Nu is het tijd voor de casting van de meisjes. Meiden. Welkom op de casting van Maison Olga. Maison Olga is een zeer exclusief knitwearmerk van de dames Julia en Laurence. En jullie gaan vandaag een showroom casting doen voor deze dames. Een showroom model is een model dat door de designer ingehuurd wordt om de kleding te presenteren aan een mogelijke inkoper. Hallo. Hi. Hi. I'm Olive. Oké. How high are you? 180. Het was een hele korte casting en je kon ook niet echt aan hun gezicht zien wat ze er nou van vonden. Thank you. Thank you for your time. Bonjour. Hi. Bonjour. Saskia. Hallo. Toen ik daar binnenkwam, keken ze me al zo aan van ja, weet je, dit gaat hem niet worden. Oké, thank you very much. Thank you. Hi, ik ben Cinzia. Hi. Dus ik gaf mijn boek en ik zei gelijk van hey, je bent Italiaans toch? You're Italian too? Yeah. Me too. Ah, oh, Italiana. Bene, di dove? Waar kom je vandaan? Gewoon een beetje Italiaans gepraat, dus een beetje indruk gemaakt. Dus dat was wel leuk. 75A. Ja, ging wel goed. Ik had een beetje Italiaans gepraat. Een beetje indruk maken. En hi. Well, hi. Yeah. Ik was de eerste die wat aan mocht passen. En dat is meestal heel positief bij een casting. Nou, niet maar. Ik was toch wel. Moet je wat aantrekken? Echt? Ik hoefde niks te passen. Dus waarschijnlijk zoeken ze als ze misschien meer haar look of zo. Dat kan. Ja. Ze dachten van, hey, wij willen wel... Een rood monster. Oh, dat is normaal, joh. No. Het is helemaal geen monster. Ja, ze is kleiner dan ik. Ik ben een stuk langer. Dus ik zie niet echt concurrentie in haar, moet ik zeggen.
Toen ik in Milaan zat een keer, zei ze ook blond. Van ja, we willen alleen blond, een beetje alien face, weet je wel. Hi. Sharona. I think that some of the models were professionals, but some were maybe too extravagant. Thank you very much. Okay, thank you very much. Thank you. My name is Rabia. Yeah. Ik weet, in Parijs houden ze van slanke meiden. Dus ik had een legging aan en een hemdje, zodat zij mijn lichaam gewoon zo goed mogelijk konden zien. Dus ze zagen er wel erg positief uit. Thank you. Thank you. Dus ik dacht, oké, deze heb ik misschien wel in de pocket. We think that one or two girls were fine. So we can call you tonight and to let you know the one we select. Perfect, thank you. Thank you, thank you. Thank you very much. Jongens, ik heb een hele belangrijke mededeling voor jullie. Ik heb jullie klanten gesproken. De dames die morgen de showroom voor Maison Olga gaan doen, zijn Anne en Rabia. Ik had wel verwacht dat ik uitgekozen zou worden, omdat ik een beetje weet hoe de branche in Parijs is en wat voor meiden ze zoeken. Maar het was wel even een ego boost. Het was wel echt wel even wat ik nodig had om de eerste opdracht gelijk binnen te halen. De klant was Italiaans en Italianen willen niet modellen die een beetje Italiaans lijken. Ze willen liever gewoon echt blond en ja, gewoon een aparte uitstraling. De heren hebben natuurlijk ook een casting gedaan. En welke twee heren gaan die campagne schieten? Jordi? Dat Jordi was uitgekozen begreep ik helemaal niet. Het is voor mij een mysterie, net zoals Ivo's en de Bermuda driehoek. Ze hadden beter iemand anders kunnen kiezen die er wat beter uitzag qua body. En de tweede naam die de campagne gaat schieten. Tim! Ja, ik was echt ongelooflijk blij gewoon. Echt mega blij dat ik die campagne gewonnen had. In Parijs gaan de modellen los in een lange en wilde uitgaansnacht. De volgende ochtend moeten Jordi en Tim al vroeg de deur uit, omdat zij zijn uitgekozen voor de zwembroekencampagne. Ik zweer je, al die boys, hè? Luister dan, die moeten dit gewoon allemaal missen. So, boys, so here is the place where we're gonna do the first scene. Here we are in front of à la mère de famille, which is a really nice old candy shop. Okay, so let's start. In het begin vond ik het best wel eng, de fotoshoot. Dat is een van de gekste dingen die ik heb gedaan. In mijn zwembroek staan midden in de stad van Parijs voor een snoepwinkel. Allemaal mensen om je heen om foto's te maken en kijken en zo. Op dat moment voelden we ons echt wel supersterren. Dat is echt heel erg leuk om te doen. I think it's good, huh? Thank you, thank you. Ondertussen in het hotel gaan de andere modellen aan het ontbijt. Ja, die kwam voor mij echt als... Ja, echt niet verwacht. Nee, echt niet. Maar Tim, ja. Oké, Tim. Ja, snap ik wel. Tim moest voor een kerk moest hij poseren, samen met twee hondjes. Ook Tim heeft zijn werk goed gedaan. Nu Anne en Rabia nog. Die zijn allebei geboekt als showroommodel. Dus ze zijn ver uit de langste en de dunste. Ja, nee, niet de langste, ik ben ook lang. Hoe lang ben je eigenlijk? 1,80. Ja, Anne is mijn grootste concurrente. Zelfde lengte, zelfde postuur. Rabia vind ik echt mijn grootste concurrent. Ze kan supergoed lopen en heeft sterke blikken. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome. Anne. Sarah, nice to meet you. I will have today one client from Paris and also one client from Milano. Just don't speak too much, okay? You don't know who is the client and that can create a problem for me. You have to be always smiling, but not too much, not laugh, because they need to sell it to normal girls. Right now, you will change and you will put some clothes. Anna is a really cute girl, really nice face, nice body, but there is something wrong with her behavior.
and let her inside. Okay, not buff, only one. She tried to put buff. I said, no, just one. So she put like that. I said, no, be cool, be natural. Put like that, or a bit more normal, please. Ik heb er natuurlijk al wat ervaring mee. Dus ik weet dat het ook niet altijd roze geur en maneschijn is. Eigenlijk ben je gewoon een levende etalagepop. Vriendelijk blijven en cashen. Ja, gewoon doen. Est-ce que tu peux te tourner, s'il te plaît? Arabia, she's really lovely as well, like Anna. She has a lovely face, lovely body, but I think she's stronger than Anna. Modellen, ik heb voor jullie een go-see geregeld. Bij casting director Brice Compagnon. Een van de grootste namen in de industrie. Onder andere campagnes voor Benetton gedaan, die wereldwijd bekend werden. Hij heeft precies 1 uur de tijd voor jullie allemaal. Dus zorg dat je er tip-top uitziet. Jongens, stel me niet teleur, dit is een kans die je niet snel meer gaat krijgen. Go! Een casting director is iemand die ingehuurd wordt door een fashion label om modellen te casten voor bijvoorbeeld een runway show of een fotoshoot. De go-see is geregeld door Rosalie van Bremen, zelf ook model geweest en dikke vrienden met Brice. Hello, good morning. I'm gonna see all of you individually, just to check your capacity to be a model. So good luck, not gonna be easy. Ik was de eerste van de hele groep die daar naar binnen moest. Dus ik wist natuurlijk helemaal niet wat er ging gebeuren. Speak French or just bonjour? Un petit peu. Good, perfect. Geef je boek maar. Dit is geen racinmateriaal. Ja, wel. Ja, zeker die zwart-wit foto. How tall are you? I'm 175. You know that you're not very tall. I know, yeah. Yeah. I hate it. Yeah. Nou, de volgende dan maar. Do you train to walk or something? Yeah. Hello. Hello. Cool. You can put your hair down. Voilà. So you already did some fashion show or something? Amsterdam International Fashion Week. That's, you know, it's enough. It's cool. Big smile. Perfect. Very nice. One very nice. A big one. Voilà. Hi, I'm Lotte. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Cool. You can put your hair down, please. Het is een beetje haar gebeurd. Jouw haar is heel erg droog. Zo kan je niet op een casting komen. Zonde. Ja. Okay. Daar rijd je jezelf mee in de wielen. Dat is zonde. Het is een jolie fille dans la rue. Oui, bon, bref. Voilà, het is een jolie fille dans la rue. I'm too fabulous. Just starting. Okay. Cool. Did you did some already some modeling or it's just quite new, you're brand new or you... I did it for a couple of years but then I stopped for 1 year. Okay. Why? Because I wanted to go back to school. Je bent meer elegant, je bent Italiaans, dan moet je het ook laten zien dan. Big smile. Okay, how tall are you? 179. Cool. Wow. I really like it. Parfait. Het is natuurlijk een enorme kans of gewoon ja, een eer dat je er mag zijn. Parfait. Cool. I was for 3 months in Milan. Mm-hmm. And I did some jobs. Kan je shirt Vind je het vervelend? Nee. Ik vind het niet vervelend namelijk. Oké. Hallo. Hallo. How old are you? You're 12? Sorry. How are you? Good. How old? How old? 18. Chris just said that you look like a 12-year-old. Sorry, you know. Like 12 years old. Oh. Vond me op een kind van 12 lijken. En dan was het tornado door mijn haar heen. Ja. Waarom heb je ontploft haar? Ja, ik doe de kappersopleiding. Oh. Dus ik heb nou geen steltang bij me en geen wax en geen haarlak en zo. Oh. Dus het zit al helemaal. Je mag wel een beetje sporten met je onderstel. Want het ziet er een beetje aspergeachtig uit. Ik denk, nou, het moet niet gekker worden. Ik denk, ik ken je niet eens dan al zo. You work before? In New York, Milaan, Hamburg. So you're professional? I'm not rich. Yeah. Okay, big smile. You're very short, you know, for a model. Yeah. But you have a strong face. Hey, buddy. You're not cold? No. Liar. Good body. Cool, we're gonna make some picture. And big one. So, how did you like the models? I'm very surprised, you know, because you have some very good... Very good ones. Very good.